We zitten hier in het hoger beroep van een kort geding. Zaak die u, meneer Engel, hebt aangespannen tegen BNN-VARA. Er is vonnis gewezen door de rechtbank Midden Nederland, locatie Lelystad, op 1 oktober 2021. Uw inzet was, kijk meneer Engel even aan, dat BNN-VARA zou worden verboden specifiek op de nieuwsrubriek van de website joop.nl u weg te zetten of neer te zetten als corona-ontkenner, virus, waanzinnig. En sectenleider, daar heeft u dit bezwaar tegen gemaakt. U wilde een verbod en een rectificatie daarvan. Dat is door de voorzieningenrechter afgewezen. Dat is waar we nu hier zitten, de spoedappel ingesteld. Dat hebben wij niet gehonoreerd. Het is een gewoon kort geding, hoger beroep geworden. U hebt uw eis vermeerderd, althans dat heeft uw advocaat gedaan in de stukken. En het gaat niet alleen nog maar om die drie eerder genoemde aanduidingen van corona ontkennen, viruswaanzinnige en sectenleider, maar nu ook om antivaxen of notoren antivaxen. Dat zullen we straks wel horen waar het precies over gaat. Mevrouw de voorzitter, ik breng dan even in het dossier voor het publiek niet te volgen. Dus of het geluidssysteem moet op maximaal openstaan of je moet nadrukkelijk in de microfoon spreken, alsjeblieft. Oké, nou dan kijken we even of het geluidssysteem wat harder kan. Kijk wel even naar de griffier. Is het zo beter? Ja? Oké. Nou, we zitten in ieder geval in het hoge beroep nu van dat vonnis van de kortgedingrechter. Zoals ik al zei, heeft meneer Engel zijn eis vermeerderd. Het gaat niet meer alleen om de termen corona ontkennen, viruswaanzinnige en sectenleider, maar ook om de aanduiding antivaxer of notoren antivaxer. U heeft grieven ingediend, die hebben wij ontvangen. Daarop heeft de BNN-VARA gereageerd bij memorie van antwoord. Daar is nog een incidenteel appel opgeworpen, omdat u het er niet mee eens was dat de voorzieningenrechter bij zijn toetsing artikel 8 ook heeft meelaten wegen. En daarop heeft Engel, althans zijn advocaat, weer gereageerd. We hebben ook aanvullende stukken ontvangen op 2 mei. Kijk heel even naar mevrouw Oranje of u die ook hebt ontvangen. Dus die behoren ook tot de gedingstukken. En daarmee hebben we eigenlijk alles wat hier nu voor ligt. Hoe gaan we het vanochtend doen? Beide partijen hebben een spreektijd van 30 minuten. Dus dat betekent dat de advocaten 30 minuten het woord krijgen. Vervolgens zullen wij een aantal vragen hebben voor partijen. Beetje afhankelijk van hoe het pleidooi wordt ingestoken, bepaalt dat ook onze vragen en hoeveel dat er zijn, om het zo te zeggen. En dan krijgen uiteraard partijen zelf ook nog even het woord, dus zowel meneer Engel als meneer Van Jolen. En dan sluiten we de zaak af. En wij verwachten dat dat binnen 1,5-2 uur ongeveer in beslag gaat nemen. En dan geef ik u het woord. Dank u wel. Gaat u gang. Mevrouw de voorzitter, groot edelachtbaar college. Voor de griffier, mijn cliënt heet Willem Christiaan Engel, zou u dat in het arrest willen toevoegen. Dan inhoudelijk, het staat er echt in de memorie van antwoord. Ik citeer Engel, die zelf dagelijks de vrijheid van meningsuiting gebruikt om te chockeren. Mensen persoonlijk aan te vallen, te intimideren en te bedreigen. En zelden heb ik een advocaat van een keurig gerenommeerd advocatenkantoor als Kennedy van der Laan zulke harde, ongefundeerde termen horen gebruiken. Engel is een fervent aanhanger van het grondrecht van vrije meningsuiting. En dat heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. Sterker nog, in de visie van Engel wordt de vrijheid van meningsuiting ten onrecht beperkt. Graag verzoek ik mijn geachte tegenpleiter om concreet te duiden onder benoeming van feiten wanneer Engel de vrijheid van meningsuiting heeft gebruikt om te chockeren, mensen persoonlijk aan te vallen, te intimideren
en te bedreigen. Ik denk dat we dat straks gaan horen. Pagina na pagina braakt meester Oranje in de memorie van antwoord non-argumenten uit over hoe vreselijk Engel wel niet is, wie zijn vriendjes zijn, wat zijn strategie is en wat zijn beweegredenen zijn. En dat alles om te verhullen dat BNNVARA in deze kwestie aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat. Om te verhullen dat BNNVARA diverse beledigende en feitelijk onjuiste kwalificaties over de persoon Engel heeft opgenomen in een reeks aan artikelen die als nieuws op de website van Joop.nl zijn geplaatst, maar die in wezen neerkomen op een voortdurende lastercampagne. Een lastercampagne met geen enkel ander doel dan het aantasten van de reputatie van Engel. Engel vroeg zich in zijn onschuld zelfs af of die memorie van antwoord wel door meester Oranje is geschreven en niet door redactiemedewerkers van Joop.nl. Van de 25 A4 is meer dan 60% gewijd aan het zwartmaken van de persoon Engel. En daar waar het wel juridisch wordt, betreft het grotendeels oude wijn in nieuwe zakken. Een herhaling van wat er in eerste aanleg ook is gesteld. En wat is de reden om pagina na pagina uit te werken wat voor, in de ogen van BNNVARA, vreselijke berichten Engel allemaal niet op Twitter of een ander social media kanaal heeft geplaatst? Te meer nu Engel zelf in de dagvaarding, randnummer 4.3 sub F in Primo, in het kader van de belangenafweging heeft gesteld dat hij een publiek figuur is die zich meer moet laten welgevallen dan een andere burger. Meent BNNVARA dat wie kaatst maar de bal moet verwachten? Ik zal zo ingaan op de merites van de zaak. Ik zal een deel van de spreektijd aan Engel laten met uw goedvinden, die eraan hecht om uw gerechtshof te informeren wat die voortdurende lastercampagne, die voortdurende herhalingen van de beledigende termen waar rectificatie van wordt gevorderd, onder een mom van nieuws met hem heeft gedaan. Het verschil tussen opinie en nieuws. BNNVARA erkent dat Joop.nl grofweg twee categorieën berichten plaatst. Ik verwijs naar randnummer 2.10 memorie van antwoord. Nieuwsberichten van redactieleden en stukken van externe opiniemakers. Engel ageert in deze procedure niet tegen berichten die vallen in de tweede categorie. Die vormen namelijk een mening. Duidelijk is wie het stuk heeft geschreven dat er geen sprake is van feiten, maar van wat iemand op persoonlijke titel vindt. En binnen bepaalde grenzen staat het eenieder vrij om bijvoorbeeld in het kader van een column te schrijven wat hij wil. Ik citeer een rechtsoverweging uit een arrest van het Hof Amsterdam in een strafzaak over belediging. Een column heeft veelal het karakter van een korte, betrekkelijk oppervlakkige en enigszins ironische beschouwing waarbij overdrijving niet wordt geschuwd en die bovendien provocerend en chockerend kan zijn. Het is niet ongebruikelijk dat juist in een column maatschappelijke verschijnselen op uitvergroten en daardoor ongenuanceerde wijze aan de kaak worden gesteld om daarmee een bijdrage aan het maatschappelijk debat te leveren. In het algemeen zal de lezer van een column zich bewust zijn van de aan een column eigen stijlkenmerken en de daarin gebezigde termen met de nodige korrel zout nemen. De grenzen worden echter overschreden, ook bij een column, dus mijn eigen standpunt, indien een columnist bij het uiten van zijn of haar persoonlijke mening over persoonlijke kwalificaties bezigt of vergelijkingen treft waartoe de feiten in redelijkheid geen aanleiding geven. Bepaalde aspecten mogen dus wel worden uitvergroot, maar moeten steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal. En nee, Engel ageert niet tegen opinies. Engel ageert tegen het feit dat BNNVARA hem in nieuwsberichten, een corona-ontkenner, een viruswaanzinnige charlatan, een secteleider en een antivaxer noemt. Terwijl dit geen steun vindt in de feiten. Dit is feitelijk onjuist. En BNNVARA stelt dat ze onderscheid maakt tussen redactionele artikelen, waarin op opinierende wijze wordt ingegaan op actualiteit, versus opinieartikelen van derden. Dit is echter niet hoe het op de website van Joop.nl staat. Daar staat, en ik heb het gewoon geknipt en geplakt van de website, Joop is jouw online opiniepagina van BNNVARA met nieuws en bijdragen van opiniemakers. En dan wordt er ook gezegd, heb je een opinieartikel, stuur dat in, dan kunnen we dat plaatsen. Heb je nieuws, of ben je ooggetuige geweest, heb je foto's, stuur dat dan op. Dat zijn ook verschillende e-mailadressen. En geef bij foto's duidelijk aan wie de foto heeft gemaakt en wie en wat erop is te zien. Er wordt dus, dat is mijn punt, onderscheid gemaakt tussen een opinieartikel aan de ene kant en nieuws of een nieuwsfeit aan de andere kant. Opmerkelijk is dat Joop.nl de mogelijkheid openstelt om op berichten te reageren waarbij ze regels stelt die zij, maar dat bevreemd niet, bij linksprogressieve mensen zelf niet in acht worden genomen. Door het gesteld op de website, bij Joop wordt op een prettige open manier gediscussieerd, scherp, maar toch galant. En er wordt er gesteld reacties kunnen worden geweigerd als ze kwetsend zijn, als ze racistisch zijn, wanneer ze homofoob zijn, wanneer ze beschuldigingen bevatten, zonder bewijzen. Dat mag dus allemaal niet van Joop.nl.
En de vraag is, waarom doet Joop.nl dat dan wel in notabene nieuwsfeiten over mijn cliënt Engel? Enige discussie over een opiniestuk kent dus grenzen, al dus ook Joop.nl zelf. En het Joop-sausje, hoe walgelijk en smakeloos ook, is in beginsel toegestaan, maar kent grenzen. Excuus. Dat ziet naar de mening van Engel op bijdragen die voor een ieder herkenbaar zijn als opinie, als mening van de schrijver. En dat wordt anders, daar zit het onderscheid, wanneer een argeloze lezer bijvoorbeeld door een Google-opdracht in te voeren op joop.nl terechtkomt, klikt op een item dat door joop.nl wordt gepresenteerd als nieuws. Wanneer een journalistiek medium als joop.nl onder het kopje nieuws iets presenteert, gaat een argeloze lezer ervan uit dat wat hij leest feitelijk juist is. En dat is anders dan wanneer een stuk wordt geplaatst onder de noemer opinie. Dan gaat de argeloze lezer ervan uit dat het de mening is van de auteur. En de naam van de auteur staat er dan ook altijd bij. Dan weet de argeloze lezer ook dat hij met het artikel een korreltje zout moet pakken, dat er overheen moet strooien en het als vertier moet zien. Serieuze meningen of media, zoals NRC Handelsblad en Volkskrant, maken vanzelfsprekend dat harde onderscheid. Ze willen de argeloze lezer niet op het verkeerde been zetten. NRC Handelsblad heeft op haar website staan: we hebben nieuws, en dat is duiding, analyse, onderzoek, journalistiek, over onderwerpen die er echt toe doen. Hoe doen we dat? Nou, dat doen we feitelijk, betrouwbaar, diepgravend en genuanceerd. En dan hebben we ook opiniepagina's. Iedere zaterdag zit er een opiniebijdrage bij. En daarin leveren lezers en auteurs een bijdrage aan het publiek debat. En dat is dus het harde onderscheid tussen nieuws en opinie. In de memorie van antwoord is een vergelijking gemaakt met De Speld. En die vergelijking is echt excusez-le-moi ridicuul. En ieder die welk bericht dan ook leest van De Speld weet direct, zonder enige twijfel, dat het een onzinbericht is. Met geen ander doel dan het opwekken van een glimlach op de lippen. Ik geef een paar voorbeelden waarbij de eerste grappig en toepasselijk is. De enige manier om Amsterdammers even hun bek te laten houden is door ze een avond in het theater te zetten. Amsterdammers staan bekend om hun unieke kwaliteiten, zoals overal een mening over hebben die openlijk ventileren. Nuchtere directheid ongeacht de situatie is een kernwaarde die alle Amsterdammers delen. Gepast of ongepast, weer of geen weer, je kan er een klok op gelijk zetten dat een Amsterdammer zijn bek opentrekt. Nou, en het grapje in dit nieuwsbericht is dan: zet ze in het theater, dan houden ze in ieder geval anderhalf uur hun mond. Tweede voorbeeld, VVD-Kamerlid Ruud Verkuijlen. Hij wil zich graag vasthouden aan de traditie dat zijn partij zich kapot moet schamen. En er wordt er verwezen naar zijn medespeech waar eerst niet mocht worden geïnterrumpeerd, dat er geen vragen mochten worden gesteld. En dan schrijft hij: de VVD'er zag dat niet zitten. Het is toch een goede gewoonte dat mijn partij zich compleet belachelijk maakt. Ik hecht eraan het bord van onze kop te behouden. Dat is een grapje. Dat begrijpt iedereen. Dat is ironisch of satirisch bedoeld. Laatste voorbeeld. Ajax is kampioen. Halsema komt harde kern tegemoet. Arena komt vol met bushokjes te staan. En dat is al dus Halsema in dit nieuwsartikel, wat natuurlijk geen nieuwsartikel is, bedoeld om de fans een echte museumpleinbeleving te geven. En misschien kunnen we nog wel een special effect inzetten, een sfeeractie, zoals de inzet van traangas. En hoeveel onwaarheden en onzin BNNVARA ook debiteert op joop.nl, uit niets volgt dat dit satirisch is bedoeld, zoals De Speld, of ironisch, zoals bijvoorbeeld Geen Stijl, die de onderbuik voedt van overwegend rechts-Nederland, maar dat wel overduidelijk ironisch doet, zoals ook volgt uit een analyse, notabene van joop.nl, 13 juli 2013 op mijn website. Ik heb de verwijzing opgenomen. Joop.nl plaatst onder het kopje nieuws nieuwsberichten. En dat blijkt uit productie 5. Dat zijn min of meer op feiten gebaseerde berichten met het oogmerk om de lezer objectief en betrouwbaar te informeren over wat er in de wereld gebeurt. En het gaat niet aan om onder datzelfde kopje berichten te plaatsen die, zoals BNNVARA dat omschrijft, een opinierend, prikkelend karakter hebben. Opinierende berichten zijn persoonlijke opvattingen die niets met nieuws te maken hebben. Die horen dus niet thuis onder de knop nieuws. Het moet voor een ieder direct duidelijk zijn dat het gaat om een mening, een opinie, een blik op de actualiteit. Er is dus een duidelijk onderscheid tussen opinie en nieuws. En de voorzieningrechter heeft de plank misgeslagen door te oordelen dat joop.nl een opiniewebsite is, geen neutraliteit pretendeert met betrekking tot nieuws- en opiniestukken en dus ook geen onderscheid hoeft te maken in die publicaties. Dat klemt te meer omdat joop.nl dat nu juist wel doet. Joop.nl maakt wel onderscheid tussen nieuws en opinie op haar website. Wat de betrouwbaarheid des te groter maakt, althans zou moeten maken, van wat er onder het kopje nieuws wordt verkondigd.
Immers door zelf een contrast aan te brengen tussen nieuws, dat zijn feiten, en opiniestukken, dat zijn meningen, mag een lezer ervan uitgaan dat wat onder de feiten wordt gesteld op waarheid berust. Bij brief van 2 mei is aan uw gerechtshof een print gestuurd, en aan meester Oranje, met 5 nieuwsberichten die Joop.nl heeft geplaatst nadat het vonnis is gewezen in de periode januari tot met april van dit jaar. Een bloemlezing uit de proza. 21 januari. De aangifte tegen de viruswaanzinnige secteleider Willem Engel wordt uitgebreid. 16 maart. Politie pakt complotfantast op wegens opruiing. En dan wordt er ondergeschreven: de politie heeft de viruswaanzinnige Willem Engel gearresteerd omdat hij lange tijd opruiende berichten heeft geplaatst op social media. Onder het kopje nieuws. 18 maart 2022. Willem Engel blijft in een lockdown. Het voorarrest van de viruswaanzinnige secteleider Willem Engel is met 2 weken verlengd. 30 maart, rechtbank. Viruswaanzinnige Engel mag niet op social media. 3 april 2022. Viruswaanzinnige Willem Engel weer achter slot en grendel. En dan staat er onder: de viruswaanzinnige secteleider is door justitie opnieuw in bewaakte quarantaine geplaatst. Eind maart werd de corona-ontkennende complotfantast gearresteerd wegens opruiing. BNNVARA meent dat Engel zich deze feitelijk onjuiste beledigingen moet laten welgevallen vanwege zijn opstelling in het publiek debat en de manier waarop hij onjuiste, kwetsende en soms gevaarlijke uitspraken doet. En vervolgens worden dezelfde voorbeelden aangehaald die ook in de procedure in eerste aanleg zijn aangehaald. En we leven in een bijzonder tijdgevricht waarin het recht van vrije meningsuiting politiek wordt beknot. De politiek is zelfs doende een wet te maken waarin het verspreiden van nepnieuws strafbaar wordt. Sterker nog, vragen in de Tweede Kamer aan voormalig minister Hugo de Jonge worden consequent niet beantwoord, maar afgedaan met de nietszeggende dooddoener dat het hele gevaarlijke vragen zijn. En die vragen waren gericht op preventieve maatregelen zoals ventilatie. En wat eerst werd afgedaan als een gevaarlijke vraag, wordt thans door diezelfde overheid geadviseerd. Weliswaar niet met de term ventilatie, maar met het advies om zorg te dragen voor voldoende frisse lucht. En even kijken hoor, ik heb hem maar gewoon meegenomen. Althans, ik meende hem bij me te hebben. Waar die gebleven is, weet ik niet. Ja, ik weet het alweer. Hij zit hierin. Een opiniebijdrage. Notabene in het Huisblad. Opinie en debat. Afgelopen zaterdag van het NSC. U zal het ongetwijfeld gelezen hebben. En slaan we dan pagina 2 open. Dan zien we daar een column van Rosanne Hertzberger. En die stelt daar: altijd zelf nadenken. Dat leerde mij de COVID-crisis. En het hele stuk gaat er eigenlijk over dat wat de overheid als feiten stelt en dus ook als de absolute waarheid op de maatschappij wil opleggen, dat zij ervan geleerd heeft te alle tijden zelf blijven nadenken. En als Pavlov-reactie dient de twijfel toe te slaan wanneer iemand net iets te hard feit roept. En dat is waar het misgaat bij Joop.nl. Nieuws en opinie. Opinie mag kwetsen, opinie mag overdrijven. Nieuws moet feitelijke grondslag hebben. Dat mag gewoon simpelweg niet onjuist zijn. Het recht van vrije meningsuiting omvat de mogelijkheid om dogma's, ideologieën, levensvisies uit te dragen en te betwisten op ieder mogelijk niveau. Stuart Mill zei al, John Stuart Mill, de filosoof: de grootste vrijheid moet bestaan om elke doctrine te beleiden en bespreken, hoe immoreel deze ook wordt geacht. Engel heeft, zoals hij straks ook zelf zal duiden, een andere mening over wat corona is en hoe dat kan worden bestreden. Ook heeft hij een andere mening over hoe de politiek dient om te gaan met klimaat. En dat zijn meningen bepaalde politici onwelvallig zijn, betekent nog niet dat Engel die mening niet mag ventileren. Engel baseert zijn meningen op wetenschappelijk onderzoek van wetenschappers. Wetenschappers die op basis van onderzoek twijfels hebben bij de effectiviteit van maatregelen. Wetenschappers die constateren dat het aantal, met name jonge, gevaccineerde mannen die hartfalen krijgen, aanmerkelijk hoger ligt dan bij niet-gevaccineerde mannen. Feiten, daar wordt dat op gebaseerd. Engel maakt zich, terecht of onterecht, daar gaat het mij niet om, zorgen over keuzes die de politiek maakt en die dwingend over Europa en Nederland bij wet worden ingevoerd. Engel maakt zich zorgen over de glijdende schaal die daarbij wordt gehanteerd, waarbij harde beloftes uit het verleden worden ontkend of met een semantisch trucje worden ontkracht, ter rechtvaardiging van maatregelen die in de visie van Engel overbodig zijn, onnodig zijn. De vrijheid van de bevolking beperken en worden ingevoerd met een ander doel dan de aan de maatregelen ter grondslag gelegde redeneringen. En ik vind dat Engel het recht heeft. Engel heeft het recht om zich in het maatschappelijk debat te mengen en binnen de grenzen van de wet zijn mening te geven. Ook wanneer die mening door sommigen als schokkend of beledigend worden ervaren, zoals de voorzieningenrechter
terecht overweegt in 3.10 van zijn vonnis. En betekent dat die manier van deelname aan het maatschappelijk debat met zich brengt dat Engel zich moet laten welgevallen? Dat in reactie daarop de standpunten eveneens prikkelend worden geformuleerd? Ja, natuurlijk. Sterker nog, Engel waardeert dat. Echter, de wijze waarop BNNVARA dat doet in haar bericht op joop.nl, die ze presenteert als nieuws, is niet prikkelend en ook niet zo bedoeld. BNNVARA voert een haatcampagne, een lastige campagne tegen Engel, waarin ze bij voortduring feitelijk onjuiste stellingen poneert, verpakt in kwetsende bijvoeglijk naamwoorden. In nieuwsberichten wordt een lezer geïnformeerd over de toestand in de wereld. De lezer gaat ervan uit en moet daar ook vanuit mogen gaan dat wat hij leest waar is. Dat is alleen anders wanneer een medium een opinierend artikel plaatst waarin een mening wordt verkondigd. De lezer weet dan dat hij geen nieuws tot zich neemt, maar een mening, een bijdrage aan het maatschappelijk debat, een aanzet tot nadenken. De lezer die in nieuwsberichten voortdurend wordt geconfronteerd met artikelen waarin Engel wordt neergezet als corona-ontkenner, viruswaanzinnige, sekteleider en antivaxer, zoals joop.nl doet, zal dat als feit aannemen en ziet dat niet als een prikkelende vorm van journalistiek. Die argeloze lezer wordt op het verkeerde been gezet. Die denkt dat Willem Engel het daadwerkelijk is. Maar die termen die zijn onjuist. Iedere feitelijke grondslag ontbreekt. De bewijslast ligt ter zake ook bij BNNVARA, waarover meer. En ze zijn ook excessief. En daarmee is het gebruik van de termen onrechtmatig jegens Engel. Het is ook een gevaarlijke ontwikkeling. Tijdens de mondelinge behandeling in kort geding in eerste aanleg heeft mijn kantoorgenoot al aangegeven dat zijn gedachten afdwaalden naar Marcel van Dam, die in een VARA-programma aan Pim Fortuyn toebelafte, en ik citeer, u bent niet alleen een leugenaar, u bent een ophitser. Een populist die potentiële angsten bij het Nederlandse volk exploiteert om boekjes, waarin trouwens voor geen cent informatie staat, te verkopen. U bent een buitengewoon minderwaardig mens. Links-progressief Nederland voerde een hetze tegen Pim Fortuyn op een vergelijkbare wijze wat joop.nl op dit moment doet tegen Willem Engel. Ik geef wat voorbeelden van toen. Paul Rozemuller, die over Fortuyn zei, ik denk dat Fortuyn zich in zijn eigen vingers heeft gesneden. Ik hoop dat. En ik hoop dat de wond zo diep is dat de bloeden niet voor 15 mei, toen waren de verkiezingen, ophoudt. Ad Melkert, Fortuyn maakt de weg vrij voor een ongeremde discriminatie. Voor een heel andere samenleving waarin mensen tegen elkaar worden opgezet. Hij gaat de grens over die je niet mag passeren. Nederland wordt wakker. En nog een keer Paul Rozemuller, dit is niet gewoon rechts, dit is extreem rechts. Leefbaar Nederland breekt met deze charlatan die jullie partij heeft gekaapt voor zijn eigen agenda. En het is naar de mening van Engel deze hetsen, vergelijkbaar met de hetsen die BNNVARA tegen hem voert, die op 6 mei 2002, 10 jaar en 10 dagen geleden, een links-progressieve milieuactivist, het soort mensen dat joop.nl leest, ertoe heeft aangezet om Pim Fortuyn te vermoorden. Door de hetsen die BNNVARA voert op haar website joop.nl vreest Willem Engel voor zijn leven. Volgens BNNVARA is Engel de sekteleider, de viruswaanzinnige die corona ontkent en aanzet om niet te vaccineren. Het zijn dit soort berichten op joop.nl die naar de mening van Engel toe leiden dat hij wordt bedreigd door mensen die wellicht de familielid aan corona zijn verloren en daar Engel de schuld van geven. De kogel kwam van links, niet van rechts, aldus Peter Langendam na de moord op Fortuyn. En Engel vreest diezelfde kogel. En daar waar Pim Fortuyn in de uitzending van het televisieprogramma Robert Jensen het volgende heeft gezegd, en ik citeer, als mij iets overkomt, en ik ben blij dat u mij die gelegenheid geeft om te zeggen, dan zijn zij verantwoordelijk, medeverantwoordelijk. Zij hebben dan misschien niet de trekken overgehaald, maar zij hebben het klimaat geschapen. Dit moet ophouden, het demoniseren moet stoppen. Zo vraagt Engel dringend, ook aan BNNVARA, om de lastencampagne te staken en te stoppen. En zijn demonisering, de dehumanisering van zijn persoon, te staken. De beschuldigingen aan het adres van Engel, die BNNVARA als nieuws presenteert, ontberen iedere grondslag. Productie 7. Daaruit blijkt dat Engel tegen diverse ziektes is gevaccineerd. Ik lees DTP, hepatitis A, cholera, 2019 nog een keer DTP. Engel is dus niet tegen vaccineren. Engel heeft alleen een probleem met het in alle geproduceerde coronavaccin, wat in zijn ogen trouwens geen vaccin is, omdat in zijn ogen niet of onvoldoende is onderzocht wat de mogelijke bijwerkingen daarvan zijn. Waardoor, mede in aanmerking nemende, dat corona, daar zijn we het gelukkig allemaal over eens, een griepvirus is, het middel voor jonge mensen erger kan zijn dan de kwaal. In combinatie met de wijze waarop de overheid de gehele bevolking van een 5 jaar probeert aan te zetten om het coronavaccin te laten toedienen, vreest Engel voor de gezondheid van de bevolking die een experimenteel vaccin moet nemen van de overheid tegen een ziekte die voor het overgrote deel van de bevolking niet meer is dan een natte neus of een griepje.
En dat onder de noemer Dixit, Hugo de Jonge, je eet toch ook een frikandel waarvan je niet weet wat daarin zit. Geconcludeerd moet worden dat deze feitelijke stelling van BN en VARA iedere feitelijke grondslag ontbeert. BN en VARA had dat kunnen weten wanneer zij, zoals Engel bij herhaling heeft gevraagd, hoor en wederhoor had toegepast, wat een journalistiek gebruik is. En datzelfde geldt voor de drie andere diffamerende termen waarover in de hoogberoepdagvaarding al voldoende is geschreven. Dat andere media Engel ook corona ontkennen noemen is juist. Maar zoals volgt, uit producties 8 en uit productie 26 die BNNVARA overlegt, gaat het daarbij steeds om opinierende artikelen. Anders dan op joop.nl die de term corona ontkennen consequent misbruikt in combinatie met bijvoeglijk naamwoorden als viruswaanzinnige of als bijvoeglijk naamwoord bij het zelfstandig naamwoord secteleider in berichten onder het kopje nieuws. Tot slot. In de inleiding van de memorie van antwoord misleidt BNNVARA uw gerechtshof. Zij wil doen voorkomen dat Engel deze procedure en andere procedures die hij, al dan niet namens Stichting Viruswaarheid voert, niet serieus zijn te nemen. Dat het hem alleen maar is bedoeld om het chilling effect. Niets is minder waar. Engel komt op voor waar hij in gelooft en bestrijdt onrecht dat hem wordt aangedaan. Bijvoorbeeld een ING-bank die ongefundeerd de bankrelatie beëindigt. Een overheid die zonder juridische grondslag een avondklok invoert, waarvan inmiddels wel vaststaat dat die zinloos is geweest. Het doelbewust beledigen van Engel in nieuwsberichten, niet opinierende artikelen, nee, in nieuwsberichten, waarbij excessieve, niet op waarheid berustende feiten worden gebruikt die geen enkel zelfstandig doel hebben in het bericht, moet stoppen. Geen enkel zelfstandig doel, want wanneer je die diffamerende kwalificaties weghaalt, blijft het volledige bericht gewoon overeind. De vorderingen van Engel kunnen op grond van de aangevoerde regelgeving worden toegewezen. Ik dank u voor uw aandacht. En dan heb ik als het goed is nog 10 minuten die meneer Engel graag wil benutten, als u dat goed vindt. Dat vinden we goed, dat hadden we... De microfoon weer naar me toe gaan. Dat vinden wij prima, dat hadden we zelf ook al zo bedacht. Niet die 10 minuten, maar wel dat u het woord zou kunnen krijgen. 10 minuten is ook prima. Ja, zeker, mag u. Ja. Nou, iedereen achter deze tafel, denk ik. En misschien ook mevrouw Oranje. Aan u het woord, meneer Engel. Dank u wel. Deze zaak gaat over de vrijheid van meningsuiting. Een groot goed in de samenleving en één van de pilaren voor een democratie. Iedereen in deze zaal en iedereen die meekijkt is het waarschijnlijk eens met deze stelling. Waarom voeren wij dan toch deze zaak? Dan heb ik een paar quotes meegenomen. Vrijheid is het recht om mensen te vertellen wat ze niet willen horen, van George Orwell. En dit is waar BNN zich ook op beroept. En dit is weergegeven in het artikel 10, lid 1 van het EVRM, to shock, offend and disturb. En daar komt ook dat idee vandaan van wie de bal kaatst kan hem terugverwachten. Maar er zijn ook grenzen gesteld in datzelfde artikel. Dan heb ik een volgende quote. De vrijheid moeten wij waarborgen, de volle vrijheid van ieder, begrensd door de gelijke vrijheid van anderen, door Henry George. De begrenzing van onze vrijheid is door de vrijheid van anderen. Mijn vrijheid is niet meer waard dan die van Joop. Net zo min als dat Joop.nl zijn vrijheid meer waard is dan die van mij. Dan nog een derde quote. Wie vrijheid opoffert voor veiligheid is beide niet waard, van Benjamin Franklin. Het is niet de taak van de overheid en zeker niet van een door de overheid gesubsidieerde opinierende nieuwssite om voor de veiligheid van anderen mijn vrijheid proberen te beperken. En dat is natuurlijk juist in dit coronatijdperk aan de orde. Dan komen we bij dat lid 2. Wanneer mag dit recht überhaupt worden beperkt? Lid 2 van artikel 10 EVRM geeft de beperkingen van de vrijheid van meningsuiting als onder andere met de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen. En precies daar gaat het vandaag over. De vrijheid van joop.nl reikt namelijk tot waar mijn rechten worden beperkt. En ik heb een om in het kader van het EVRM te blijven, heb ik een paar rechten die in het EVRM zijn opgenomen weergegeven. Het kwam net al eventjes voor, artikel 8, maar er staat meer tegenover dat artikel 10. Bijvoorbeeld artikel 2, recht op leven, en artikel 5, recht op vrijheid en veiligheid. Door een haatcampagne, is mijn leven in gevaar gekomen. Zo is er een aanvaller geweest die mij fysiek te lijf is gegaan na uren bij mijn dansstudio mij te hebben opgewacht.
Dat was een direct gevolg van de haatcampagne bij de talkshow Jinek, laatste week van september 2020. Het was niet Joop.nl, maar Joop.nl had zich wel kunnen realiseren hoe gevaarlijk het is om haat op te roepen jegens een persoon. Dan komen we op artikel 6 EVRM, het recht op een eerlijk proces en de toegang tot de rechter. Door de niet aflatende negatieve berichtgeving worden ook rechters beïnvloed. Het vonnis van de rechter in eerste aanleg is daar een mooi voorbeeld van. In rechtsoverweging 3.11 staat: daarnaast is het niet zo dat elke feitelijke basis ervoor ontbreekt. Nou, hiermee gaf de rechter blijk van vooringenomenheid. Het is ten eerste niet bewezen, maar aangenomen dat de tegenpartij mij parafraseert of uit de context haalt. En dat is gewoon overgenomen door de rechter. Ten tweede gaat het niet over hetzelfde laken en pak. Ik voer geen stelselmatige haatcampagnes. Ten derde gaat het om de vraag of Joop.nl naar mij toe onrechtmatig heeft gehandeld. Niet of er derden zich door mij beledigd voelen. Als het al zo zou zijn, dan zouden zij zelf een rechtszaak kunnen starten. Dan komt het over artikel 8, wat al is aangehaald. Het recht op eerbiediging van privé, familie en gezinsleven. Dit artikel tilt zwaar aan stigmatisering. Door stelselmatige belediging met het enkele doel om te schaden wordt mijn vrijheid beperkt op meerdere manieren. Binnen mijn familie, vrienden, cursisten, opdrachtgevers, leveranciers, docenten, etc. Door de polarisatie betaal ik een sociale en economische prijs. En Joop.nl maakt deze prijs een stuk hoger door de stelselmatige haatcampagne. In punt 2.5 van de memorie van antwoord ontkent Joop.nl eigenlijk het bestaan van de privépersoon Engel. Want hij is voorzitter van de stichting en hij uit zich als zodanig. Ik heb naar aanleiding van de vorige zitting aangifte gedaan tegen de voorzitter van Joop en de advocaat die hem bijstond. Tijdens de zitting gingen beide heren nog een paar stappen verder door mij te betichten van meerdere misdrijven. Zo zou ik mensen hebben bedreigd, geïntimideerd en zou ik een gevaar zijn voor de samenleving. Een verkapte manier om mij als terrorist neer te zetten. In de memorie van antwoord doet zij dat weer dunnetjes over, wat net al door de advocaat is aangehaald, in 1.4. Wederom word ik beticht van bedreiging, intimidatie en van mensen persoonlijk aan te vallen. Ik wil er nogmaals op wijzen dat ik geen strafblad heb en dat het naar alle waarschijnlijkheid ook nooit zal komen. Dit soort verdachtmakingen onderstrepen juist de noodzaak van deze rechtszaak en bewijzen de motivatie van de gedaagde partij. Helaas is Joop.nl niet alleen in haar haatcampagne. Er is ook een burgerinitiatief dat een groepsaangifte in diezelfde lijn heeft gedaan en daar ook in de media alle ruimte voor kreeg. Deze valse aangifte is aangegrepen door mensen binnen het OM om een politieke agenda uit te voeren. Op 16 maart en later op 3 april dit jaar ben ik door een gemaskerde agent in de boeien geslagen en afgevoerd als crimineel. Ik heb in totaal bijna 20 dagen in de cel gezeten, niet omdat ik de wet heb overtreden, maar omdat ik gebruik maak van mijn recht op vrijheid van meningsuiting. Gelukkig heeft de raadkamer op 5 april de fouten van het OM grotendeels rechtgezet door mij weer vrij te laten op principiële gronden. Namelijk dat ik mijzelf moet kunnen verweren, zowel in de rechtszaal als in het openbaar en in de media. Waar was Joop.nl, de kampioen van het vrije woord? Mijn advocaat heeft de berichten van Joop.nl van 16 maart en 3 april en 30 maart al even voorgelezen. Zelfs in de Volkskrant, nu niet echt een van mijn natuurlijke bondgenoten in de strijd tegen de maatregelen, was de Volkskrant kritisch op de gang van zaken. Zie de artikelen van Gustav Bessems op 18 maart en Willem Jebbink op 4 april. We hebben Joop.nl meermaals verzocht om de fouten te corrigeren. Iets wat Joop.nl stelselmatig naliet. Ook als er later onomstotelijk vast kwam te staan dat zij fout zaten, zoals met de vermeende graai in de donatiepot. Na een onderzoek van het OM, waar zij niets anders konden concluderen dat er niets mis was en dat de donateurs ervan uit konden gaan dat hun donaties worden gebruikt voor datgene waarvoor zij hebben gedoneerd, ontving de stichting de volgende brief. En dat is de brief van 14 februari, daar heb ik een klein stukje van toegevoegd in de pleitnota, waar het OM dat inderdaad bevestigt. Dan, over de feitelijkheden. Joop.nl noemt een heel aantal uitlatingen die vooral losgeknipt zijn uit de context om daarmee aan te tonen dat ik klimaat een hoax zou vinden en daarmee het zelfs vergelijk aan die van COVID-19. Dus ik wil even mijn standpunten omtrent klimaat en klimaatverandering en corona uiteenzetten. Ten eerste, ja, er is een klimaat. Tweede, ja, er is klimaatverandering. Dat is altijd zo geweest en er zal ook altijd klimaatverandering zijn. Wordt het nu warmer?
Dat is mogelijk, maar dan hebben we het over 1 graad in een periode van meer dan 100 jaar. Is dit door CO2? Dat blijkt niet uit de data. Stijgt de zeespiegel 1,5 centimeter in de laatste eeuw? Is dat een probleem? Nee. Wordt het veroorzaakt door CO2? Kunnen we niet concluderen. Neemt de CO2 toe in de atmosfeer? Ja. Is dit de oorzaak van de klimaatverandering? De data laten correlatie zien, maar geen oorzakelijkheid. Wordt het door de mens veroorzaakt? Dat zou kunnen. Er zijn ook echte milieuproblemen, zoals microplastic, zware metalen, boskap, pesticidengebruik, GMO's, overbevissing, etc. Stikstof en CO2 zijn net als het onzichtbare virus dat nauwelijks ziek maakt en maar fataal is voor een zeer klein deel van de bevolking, de ideale vijand en veroorzaker van een niet bestaand maatschappelijk probleem. Dat komt goed uit, dan hoef je het niet op te lossen. Ondertussen wordt de economie getransformeerd op politieke uitgangspunten en doelen. Is er nu een epidemie? Nee, sinds mei 2020 is er geen sprake van snelle toename van ziektegevallen. De grens is 58 gevallen per 100.000 binnen 14 dagen. In dit opzicht vindt de COVID-19, zijnde de marketingnaam voor deze voornamelijk digitale pandemie, en climate change, zijnde de marketingnaam voor de energietransitie, zeer vergelijkbaar en is het een zeer gering gevaar dat het voor de maatschappij vormt. En het wordt gebruikt door instanties om crisis te misbruiken en de zwendel die het met zich meebrengt van de miljarden die achterover worden gedrukt via de groene en herstelfondsen die voornamelijk blijven kleven aan de multinationals en NGO's. Bestaat er zoiets als het coronavirus? Ja. Kunnen mensen daar ziek van worden? Ja. Zouden mensen in slechte gezondheid daar zelfs aan kunnen sterven? Ja. Is het een maatschappelijk probleem? Nee. De groep die het treft is simpelweg te klein om hier als maatschappij een prijs voor te betalen. Op diezelfde manier zie ik het climate change gebeuren. Er zijn ook problemen waar we aan kunnen werken, zoals hongerbestrijding, schoon drinkwater of milieuvervuiling. Dan komen we nog op het bewijs dat Joop.nl zou aanleveren als sekteleider. Dan wordt er een quote aangehaald die boven mijn Twitter-account staat. En ik wil hem even voorlezen. When a man is denied the right to live the life he believes in, he has no choice but to become an outlaw. En dan staat daar NM achter. En dat is een afkorting voor Nelson Mandela. Mensen die mij een beetje volgen weten dat ik Mandela als een van mijn inspirators zie in de strijd tegen apartheid. De polarisatie, de dehumanisatie en uitsluiting van mensen die geen injectie willen. Op welke manier heeft dit met een sekteleider te maken? Of wil Joop.nl het over een apartheidswaanzinnige sekteleider Mandela hebben? Joop.nl probeert dan ook nog het kleuterargument, ja, maar andere nieuwssites doen het ook. Dat is juist de reden dat we hier zitten. Joop.nl is zich dus zeer bewust dat er een haatcampagne bezig is. En in plaats van dat tegen te gaan van hate speech, gooit ze er nog een schepje bovenop. Joop.nl zou er goed aan doen om ook naar buitenlandse media te kijken. Bijvoorbeeld in België wordt de term antivaxxer stevast gebruikt om te beledigen en te ridiculiseren. In Australië gaan meerdere politici zelfs zo ver om iedereen die antimaatregelen is, een antivaxxer te noemen. Dit is in de context van het straffen en detentie in quarantainekampen bij aanhoudend verzet. Het is inmiddels algemeen bekend dat een doorgemaakte COVID-infectie tot betere immuniteit leidt. Zelfs Gates en Fauci bevestigen dit. De injecties die op geen enkele manier te kwalificeren zijn als vaccins zijn mislukt. Op meerdere manieren. De verspreiding wordt niet afgeremd. Er is geen langdurige immuniteit. Je wordt nog steeds net zo ziek. Het voorkomt geen sterfte. Sterker nog, de all-cause mortality is zelfs licht gestegen sinds het begin van de injectiecampagne. Ook andere magische eigenschappen blijken niet te kloppen. Het beschermt niet tegen vermoeidheid. Het voorkomt geen long-covid. Het verkleint de kans op miskramen niet. Wat het wel doet, is bijwerkingen veroorzaken en vooral heel veel polarisatie. Dat het debat hierover al 2 jaar wordt onderdrukt, is een misdaad op zichzelf. Hier gaat een gedeelte van onze rechtszaken over. Dan komt het nog het Springer-arrest veelvuldig voor in de memorie van antwoord. Het aangehaalde Springer-arrest wordt op een verkeerde manier aangehaald. Dit gaat over feitelijkheden, niet om bewezen onwaarheden. Het gaat niet over een haatcampagne, maar over 2 artikelen die in een periode van meer dan 1 jaar worden gepubliceerd. Dit arrest is juist in mijn voordeel. Er wordt namelijk een afweging gemaakt tussen artikel 8 EVRM en artikel 10 EVRM. De conclusie is dat deze geringe inbreuk op het privéleven opweegt
tegen de bescherming van datzelfde privéleven. Deze zaak gaat over het feitelijk foute beweringen, dus niet Springer-arrest, maar de zaak waar we nu voor zitten, het feitelijke beweringen doen en beledigingen te uiten met het doel om te schaden en het publiek debat te belemmeren. Het gaat deze zaak eigenlijk te boven, maar dat Joop.nl een politieke agenda naschrijft is duidelijk. Ons omroepstelsel staat ook verschillende kleuren toe. Een overblijfsel uit de verzuiling waarmee iedere zeil bediend wordt. Daarbij valt op dat de pluriformiteit sterk onder druk staat. Elke beweging of elk nieuw medium dat niet voldoet aan de beginselen van de deugdmaatschappij, van opoffering voor de groep, bijvoorbeeld de genderverheerlijking, de massamigratieverwelkoming, de islamomarming, de globalisering, de veganistisch antiboerenbeleid, het klimaatalarmisten, worden direct weggezet als extreemrechts, fascisme, nazisme of anti-overheidsextremisme. Vrienden van mij uit Rwanda hebben in de jaren 90 meegemaakt waar haatzaaien toe kan leiden. Zeker als dat gebeurt door massamediakanalen. Honderdduizenden mensen werden in een korte periode afgeslacht na jaren van opbouwende onrust. Het radiostation RTLM zorgt voor die haatcampagne waarbij de Tutsi's werden gedehumaniseerd tot kakkerlakken en gedemoniseerd als staatsgevaarlijk. Gelukkig zijn we in Nederland nog niet in zo'n situatie. Maar wij mogen verwachten van een publieke omroep dat zij naast het eigen gedachtegoed uitdragen er alles aan zal doen om juist het publieke debat te stimuleren en te waken voor haatzaaien en stelselmatig mensen of groepen buiten het publiek debat te plaatsen. Wederom gaat het om de geest van artikel 10 EVRM. To shock, defend and disturb. Met als doel het publieke debat te faciliteren. Als er shocking, offending en disturbing wordt gebruikt om een partij juist te schaden, monddood te maken of te minimaliseren, dan is dat juist niet de ruimte die ermee wordt bedoeld. Dat waren mijn opmerkingen. Dank u. Dan kijk ik naar mevrouw Oranje. U wilt vastleggen. Dank u wel. BNNVARA heeft aangevoerd dat toewijzing van de vorderingen van Engel een beperking op de uitingsvrijheid van BNNVARA is en dat dit op grond van artikel 10 lid 2 EVRM slechts toegestaan is als dat noodzakelijk is in een democratische samenleving en er sprake is van een dringende noodzaak. En ook moet elke beperking proportioneel zijn. En daarnaast is volgens BNNVARA artikel 8 EVRM in tegenstelling tot wat de voorzieningenrechter heeft geoordeeld niet van toepassing, waardoor er geen sprake is van een belangenafweging tussen twee grondrechten, maar een strenger beoordelingskader. De uitingen van BNNVARA, waar het hier vandaag om gaat, zien namelijk op Engel als voorzitter en voorman van Viruswaarheid en hoe hij zich in deze hoedanigheid in het publieke debat gedraagt. En er is geen sprake van een verdachtmaking die een direct effect heeft op de persoonlijke levenssfeer of een uiting die het genot van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer belemmert. Het EARM heeft benadrukt dat niet zomaar kan worden uitgegaan van een ernstige aantasting van iemands persoonlijke levenssfeer. Degene wiens reputatie in het geding is en bescherming van artikel 8 EVRM inroept, zal dit moeten toelichten en in voldoende mate onderbouwen. Dat heeft Engel niet gedaan. Volgens Engel kan hij in deze zaak wel een beroep doen op artikel 8 EVRM, omdat het gaat om de persoonlijke levenssfeer van Engel in privé. BNNVARA zou een mediahetsen voeren via joop.nl en aandacht vragen voor het feit dat Engel dansleraar van beroep is. En met deze redenering onderschrijft Engel nou juist dat BNNVARA enkel over Engel schrijft in zijn professionele hoedanigheid. De artikelen van joop.nl gaan over Engel als voorman van Viruswaarheid en zijn acties en uitspraken in die hoedanigheid. En als dat relevant is, betrekt joop.nl een andere professionele hoedanigheid van Engel hierbij, namelijk dat hij dansleraar is. Het is relevant om te vermelden dat iemand die constant uitspraken doet over de effecten van onder andere vaccinatie van beroep dansleraar is en niet bijvoorbeeld een medicus. Dit heeft ook een functie in de artikelen van joop.nl. In het artikel dat Engel bijvoorbeeld aanhaalt, vermeldt BNNVARA dat viroloog Van Ranst ook naar het beroep van Engel verwijst.
Tijdens de klopjacht op de militair die onder meer in bezit was van een raketwerper, praatte Engel de zeer concrete doodsbedreiging aan het adres van Van Rans herhaaldelijk goed. Onder meer door te zeggen dat de viroloog de haat richting hem zelf heeft gecreëerd. Daar was Van Rans bepaald niet op zijn mondje gevallen, niet van gediend. Op Twitter haalde hij genadeloos uit naar Engel. Laten we een kat noemen. Willem, je bent een mafkees. Je kan al je kennis van virologie, immunologie en epidemiologie op de achterkant van het postzegeltje schrijven en zelfs nog plaats over hebben. Maar op de wappiekermen sta je wel met een heel groot opzichtige kraam. Wanneer we ooit geconfronteerd worden met een salsa-pandemie, ga ik met veel plezier luisteren naar wat jij als dansleraar te zeggen hebt. En van een mediahetsen of een haatcampagne, zoals Engel stelt, is sowieso geen sprake. Dat heeft Joop.nl uitgebreid toegelicht in een memorie van antwoord. En ook de nieuwe artikelen die nog aanvullend zijn ingediend, bewijzen dit niet. In de periode van het indienen van de memorie van Gieven en deze zitting, meer dan een half jaar, heeft Engel 5 berichten gevonden op Joop.nl. Dus nog minder dan 1 per maand, terwijl Joop.nl gemiddeld tussen de 10 en de 15 berichten per dag plaatst. Dan kan je 5 berichten in meer dan een half jaar niet consequent noemen en al helemaal niet een mediahetsen of een haatcampagne. Daarnaast is voor elk bericht op Joop.nl over Engel een concrete aanleiding. Dat Engel wordt opgepakt door de politie, moet vastzitten en een strafrechtelijk onderzoek door het OM naar hem loopt, is allemaal nieuws wat ook breed is uitgelicht door andere media. En ook het punt van Engel dat de uitspraak van BNNVARA zien op Engels privésfeer omdat getwijfeld wordt aan zijn geestelijke gesteldheid, snijdt geen hout. BNNVARA heeft al meerdere keren toegelegd dat deze term vanzelfsprekend ziet op de actiegroep waar Engel de voorman van is, die voorheen zelf door het leven ging onder de naam viruswaanzin. Zo valt het publiek het ook op en de voorzieningrechter bevestigde dit. De link met de voormalige naam van viruswaarheid is onmiskenbaar. En dat Engel, zoals hij stelt, bedreiging ontvangt, zegt ook niets over de uiting op joop.nl of deze uitingen zien op de persoonlijke levenssfeer van Engel. En BNNVARA beseft zich terdege dat het heel vervelend moet zijn voor Engel om een poederbrief te ontvangen of om opdracht te worden door iemand voor een woning of voor een dansstudio. En dat soort acties zijn vanzelfsprekend volkomen onacceptabel. Maar geen zin staat vast dat deze gebeurtenissen op enige wijze zijn gelinkt aan de uitingen van BNNVARA. Aannemelijker is dat zij het gevolg zijn van de aanstootgevende wijze waarop Engel zichzelf in het publieke debat uit, en dat dit niets te maken heeft met de paar artikelen die Joop.nl over Engel geschreven heeft. Er is dus geen sprake van een schending van artikel 8 EVRM en er moet dus gewoon worden voldaan aan de toets van artikel 10 lid 2 EVRM. Volgens BNNVARA voldoen de gevorderde beperkingen op de uitingsvrijheid van BNNVARA niet aan artikel 10 lid 2 EVRM, onder andere door een aantal omstandigheden zij uiteen heeft gezet in haar memorie van antwoord. Belangrijk is dat Joop.nl een opinierende blog is. Het is geen NRC of een Volkskrant, zoals werd aangehaald. Het is echt een opinieblog. Dat weet de lezer ook. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen nieuwsberichten en opiniestukken van externe opiniemakers, maar beide zijn opinierende berichten, wat ook te verwachten is van een opinieblog. En nieuws duidt niet per definitie op stukken die alleen maar bestaan uit feiten. En nieuws duidt op iets wat actueel is. En dat kan zowel opinierend zijn als niet opinierend. En op joop.nl is het opinierend. Nou, dan over het prior conduct van Engel. Engel vindt het vervelend, hoorden we net, dat zijn eigen uiting en zijn eigen gedrag wordt aangehaald in de memorie van antwoord en het verhaal van joop.nl. Ik snap dat hij dat misschien niet leuk vindt, maar het is wel degelijk relevant. Ook voor het oordeel van de voorzieningrechter is dat relevant geweest en ook voor uw oordeel is dat relevant. Omdat in het Springer-arrest van het ERM staat dat prior conduct of the person concerned een relevante factor is in de afweging of een uiting gerechtvaardigd is of niet. Met andere woorden, iemands gedrag in het verleden kan rechtvaardigen dat die persoon meer moet dulden. En de opstelling van Engel in het publieke debat en de manier waarop hij onjuiste, kwetsende en soms gevaarlijke uitspraken doet rechtvaardig zonder meer dat hij meer moet dulden. Inmiddels hebben de uitingen van Engel ertoe geleid dat aangifte tegen hem is gedaan en hij is aangehouden voor het plaatsen van opruiende berichten. Volgens OM hebben de berichten van Engel ertoe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet. En ook de afgelopen maanden heeft Engel zich weer provocatief in het publieke debat gemengd. Zo bestempelt Engel in maart 2020 zowel Facebook als de NAVO als terreurorganisatie. Niet alleen zij worden door Engel uitgemaakt, ook de WHO en iedereen die daar werkt zijn doelwit. Engel noemt hem psycho's en voegt daaraan toe, ze kunnen het niet laten, angst en haat, meer kennen ze niet. De uitingen van Engel bevatten vaak persoonlijke aanvallen waarin hij strooit met beledigende termen. Justin Trudeau wordt vergeleken met Hitler met de opmerking: de tijd zal leren voor wie het een belediging is.
Ursula von der Leyen en Frans Timmermans zijn volgens Engel tirannen en Lodewijk Asscher, Gert-Jan Zeger, Sigrid Kaag en Jesse Klaver kwalificeren als ongure marketeers. De bovenstaande voorbeelden en ook alle voorbeelden die genoemd zijn in de memorie van antwoord illustreren nogmaals hoe Engel zich nog steeds opstelt in het publieke debat. Hij gebruikt felle bewoordingen, zoekt de grens op en gaat daar overheen en valt mensen persoonlijk aan met harde kwalificaties. En het gedrag van Engel en zijn eigen uiting rechtvaardigen ruime vrijheid voor de media om over Engel en zijn acties en uitspraken te berichten en om daarbij eveneens felle bewoordingen te gebruiken. Vrijheid waar BNNVARA niet eens gebruik van heeft gemaakt. Het gaat om berichten op joop.nl, een opinierende blog die één keer in de zoveel weken worden geplaatst en waarin soms de term corona-ontkenner of antivaxxer of een andere onschuldige term wordt gebruikt. Deze uitingen van joop.nl worden gedaan in het kader van een debate of general interest over een publiek figuur. En het gaat om termen die bovendien waardeoordelen zijn waarvoor, in tegenstelling tot veel uitspraken van Engel, niet iedere feitelijke basis ontbreekt. En zelfs zonder het prior conduct van Engel mee te wegen, zijn de uitingen van BNNVARA op zichzelf al niet onrechtmatig. En er bestaat geen enkele reden, laat staan een dringende noodzaak, om BNNVARA te verbieden deze termen te gebruiken en haar uitingsvrijheid te beperken. En als Engels prior conduct wel wordt meegewogen, zoals de voorzieningrechter terecht heeft gedaan, is de stelling van Engel dat de termen die op joop.nl gebruikt worden onrechtmatig zouden zijn al helemaal onbegrijpelijk. Zonder enig greintje van zelfreflectie dendert Engel het maatschappelijke en publieke debat door, waar hij links en rechts mensen beledigt, intimideert en valse informatie verspreidt. Voor sommige uitingen met een vervolging van het OM als gevolg. En als BNNVARA dan een heel klein beetje tegengas geeft, op een opinierende en schertsende wijze eens in de zoveel weken een berichtje over hem plaatst, dan is de wereld opeens te klein en moeten er allerlei kostbare juridische procedures worden opgetuigd. En als BNNVARA zich daarin verweert en de procedure wint, volgen er direct aangiftes en klachten tegen de medewerkers en advocaten van BNNVARA. Allemaal omdat de uitingen van joop.nl zo vreselijk zijn dat BNNVARA geen bijvoeglijke naamwoorden zou mogen gebruiken. Dit is een onhoudbaar standpunt, niet alleen omdat er niets mis is met de uitingen van BNNVARA, maar ook gezien alle uitingen die Engel zelf voortdurend zonder enige terughoudendheid doet. De voorzieningrechter is terecht niet meegegaan in deze onredelijke opstelling van Engel en BNNVARA verzoekt u hetzelfde te doen. BNNVARA concludeert zoals gesteld in haar memorie van antwoord. Dank u wel. Ik kijk even meneer Van Jolen aan. Is er nog iets wat u wilt toevoegen op dit moment? Nee, dank u wel. Nee? Ik wilde toch even beginnen met de website waar we het over hebben, joop.nl. Ik heb hem voor mijn neus, dat zeg ik dan maar even. En als ik daar dan in kijk, want u zegt, mevrouw Oranje, het is een opinierende blog. En ik begrijp van u dat u zegt, nee, het gaat niet zozeer dat het een opinierende blog is. Het gaat om het feit dat die artikelen verschijnen onder het kopje nieuws op die blog, op die website eigenlijk, hè? En als ik naar de website kijk, dan zie ik overzicht, artikelen, nieuws, video's, kijk nou, cartoons, opinies, opiniemakers over Joop. En ik begrijp dat het nu gaat over de stukken die zijn gezet onder het kopje nieuws. Kunt u mij eens uitleggen wat nou, misschien kunt u dat best doen, meneer Van Jolen, wat nou het onderscheid is tussen artikelen, nieuws, kijk nou, cartoons, opinies? Nou, en welke keuze waarvoor wordt gemaakt? De nieuwsartikelen worden geschreven door de redactie. En de opiniebijdragen worden geschreven door de opiniemakers. En daarnaast hebben wij ook nog de rubriek als kijk nou, dat is een wat luchtige over het algemeen. Dat zijn dingen die, nou ja, de naam maakt duidelijk, je kunt naar iets kijken. Het zijn dingen die video's of andere dingen die je kunt kijken, die niet direct te herleiden, die direct nieuws te noemen zijn. En dat is het. En omdat de artikelen die over Engel op de nieuws, onder de nieuwsrubriek zijn gezegd, door uw eigen redactie is gemaakt, plaats het onder nieuws. Moet ik het zo zeggen? Ja, want wij zijn een website die debat voeren over de maatschappelijke thema's, over actuele maatschappelijke thema's. Dus dat, meestal is het nieuws daar aanleiding voor. En wij selecteren dat nieuws ook. Dat is ook de functie van Joop. Wij zijn een soort nieuwsgids. Je zult zien dat wij halen voortdurend andere bronnen aan om ons publiek duidelijk te maken. Nou, dat wordt daar geschreven, dat wordt daar geschreven. En dat vormen wij tot één geheel. Waar mensen kunnen over debatteren, want dat is een belangrijke functie van Joop, om het debat, het maatschappelijk debat los te maken. En dat is eigenlijk ook een reden waarom dat de artikelen opinierend zijn, omdat je daarmee een richting van dat debat aangeeft. En dat die artikelen opinierend zijn, zoals mevrouw net aangaf, hè, een opinierende blog, dat blijkt niet zozeer als je op de website zelf terechtkomt. Nee, daar moet ik bij zeggen dat de website net sinds enige week is overgegaan naar een nieuwe vormgeving, waarbij toen deze zaak werd aangespannen, hadden we nog de oude vorige, waar dat wat duidelijker is. Dus we zullen dat meenemen in de verbetering van de website.
En de opinie blijkt natuurlijk ook uit de artikelen zelf. Dus als je de artikelen leest, dan ja, het sausje van Joop zit er duidelijk overheen. Je ziet dat het een opinierende blog is door de berichten die er ook op staan. Ja, dat zegt u, want u misschien een kenner bent van de blog. Maar met ja, nee, ja. Natuurlijk of een buitenstaande die dan naar deze website gaat, want dat was even mijn vraag, ja. Naar joop.nl gaat en die komt daarop, dan is dat niet het eerste wat je ziet. Nee, maar ik denk zodra je de berichten gaat lezen, dat dat dan wel is wat meteen duidelijk wordt als lezer. Ook al kom je niet vaak op joop.nl. Nou, dat is denk ik het feit van Engel die zegt van, nou ja, dat nieuws, die berichten die ik onder nieuws lees, die worden door het publiek gewoon opgevat als een nieuwsbericht. Nou, niet zozeer als een... Ja, maar dat het een nieuwsbericht is, betekent niet dat het niet opinierend is. En Joop staat voor jouw online opiniepagina. Dat stond in de vorige vormgeving ook duidelijk op de site. Dat is door, omdat we opgegaan zijn in de andere vormgeving wat veranderd. Maar dat moet nog aangepakt worden. Het staat wel in het colofon. Het staat er nu in ieder geval niet op de website. Dat viel mij dan op. Het staat bij, als je over ons staat, jouw online opiniepagina. Okay. Dan kijk ik even naar de kant van Engel, naar meester Rensen. Het primaire verwijt, tenminste zoals wij het begrijpen, is dat u zegt dat Engel wordt weggezet door deze campagne. Hè? Door de campagne moet ik nog niet zeggen, maar u zegt het is een soort van haatcampagne waar Engel wordt weggezet door gebruik van de termen antivaxen, corona ontkennen, viruswaanzinnige en sectenleider. Dat is het verwijt. Maar u maakt geen... Want daar zat ik zelf een beetje mee te worstelen toen ik uw betoog net hoorde. Dus u zegt niet dat de onderliggende berichten niet juist zijn. Jawel. Het gaat over feitelijke onwaarheden die niet alleen in de bijvoeglijk naamwoorden staan, maar er zijn ook feitelijke onwaarheden. En ik kijk heel even uw advocaat aan, want dat is in deze procedure niet met zoveel woorden gevoerd. Kijk, er is heel veel geschreven. Excuus, ik zal mijn microfoon voor het publiek naar me toe halen. Er is heel veel geschreven in de eerste dagvaarding. Pleitnotities, memorie van antwoord in incidenteel appel. En waar het echt om gaat hier, wat de crux hier is, is dat in wat als een nieuwsbericht wordt gepresenteerd onder het kopje nieuws, je als je die bijvoeglijk naamwoorden weghaalt en wanneer je die beledigende, zelfstandige naamwoorden, bijvoorbeeld sectenleider, weghaalt, maar je op een normale manier meneer Engel invoert als naam, dat je dan een identiek bericht hebt. En dat kun je wel als nieuws zien. Dus het gaat erom dat iets als nieuws wordt gebracht. Dat zie je ook in die andere artikelen die we hebben overgelegd. Dat is gewoon harde nieuwsfeiten. En daar wordt op geen enkele wijze een mening, een standpunt of een opinie gegeven. Dat was niet mijn vraag. Mijn vraag was veel meer gericht op wat is nou uw primaire bezwaar? En wat wij hebben begrepen uit de stukken zoals die hier op tafel liggen, is dat het bezwaar voornamelijk erin zat dat die aanduidingen worden gebruikt en niet dat u specifiek inhoudelijk ook op al die artikelen bent ingegaan te zeggen dat die onjuist zijn. Nee, die artikelen die zijn niet onjuist. Als Willem Engel is opgepakt als verdachte wegens opruiende teksten, dan mag dat natuurlijk onder het kopje nieuws worden geplaatst. Maar er moet niet staan dat de corona-waanzinnige sekteleider opruiende berichten heeft verspreid en daardoor is opgepakt. Want dat klopt niet. En dat is ook wat in normale journalistieke richtlijnen staat. We proberen feitelijk te blijven. Zolang iemand niet is veroordeeld, is die verdachte. En dat is waar jouw online opiniepagina, het is voor mij totaal nieuw, natuurlijk de plank mislaat. Zij presenteert beledigingen als nieuws. En dat deugt niet. Dat is duidelijk. Mijn vraag was even, wordt er nou ook inhoudelijk bezwaar gemaakt tegen de artikelen zelf? Hè? Dus tegen de inhoud van die artikelen? Maar dat is toch het antwoord is nee. Nee. Het antwoord is nee. Het is het gebruik van de aanduidingen die steeds zijn genoemd. De beledigende kwalificaties die iedere feitelijke grondslag ontbeert. Okay. Ja. Ja, als ik daar nog even op mag reageren. Want we hebben volgens mij wel voor bepaalde artikelen, dan ging het voornamelijk over het graaien uit de donatiepot, hebben we Joop wel gesommeerd om ook te rectificeren. En volgens mij is het aan deze procedure toegevoegd, maar ik kijk even naar de zijkant. Nee. Het zou ze in ieder geval sieren om dat te doen. Want er wordt nu gezegd van het is feitelijk niet onjuist. Nee, er worden heel vaak wel feitelijk onjuistheden getoond. En ik heb net al aangegeven, het OM heeft een onderzoek gedaan en is tot de conclusie gekomen dat er niks mis is. Maar ik zie geen rectificatie. Dus als Joop de neutraliteit had willen bewaren, dan hadden ze daar
een artikel over gepubliceerd dat het niet zo was. Maar zij laten dus opzettelijk die onwaarheden bestaan op de website. En dat kan niet anders worden gezien dan een onderdeel van de haatcampagne. Het is ook structureel dat er bijvoeglijk naamwoorden worden gebruikt bij Engel. Er zijn, volgens mij is er misschien 1 van de 20 artikelen waarbij alleen Willem Engel wordt gezegd. Maar even voor de vaststelling, voor de omvang van deze procedure. Nee, dat hebt u goed begrepen. Inhoudelijkheid is hier niet aan de orde. Maar ik begrijp wel dat u zegt, in het kader van hoor en wederhoor heeft u volgens mij wel wat over gezegd. Maar het is hier niet een vordering die voor ligt. Meneer Engel, nu ik toch bij u bezig bent, u heeft in uw reactie al het een en ander aangegeven. Maar kunt u ons nou eens uitleggen wat u zegt ergens in uw stukken dat u er last van heeft? Dan druk ik mij mild uit. Maar kunt u ons eens aangeven wat nou precies is de last die u ondervindt door op de wijze waarop u, en dan moeten we wel een link leggen, zoals de advocaat daar wel terecht aangeeft, hè, moet u wel een link leggen met de uitingen die door Joop.nl zijn gedaan. Welke last ondervindt u daarvan in uw dagelijkse leven? Nou, in mijn dagelijkse leven heb ik heel veel cursisten, familieleden, vrienden, die ook links-progressief zijn. Want ik kom ook uit die hoek. Ik word weggezet als extreem rechts. En wat ik dus al heb meegemaakt is onder andere door dit soort artikelen van Joop, dat ik constant als waanzinnige, als asociaal, als extreem rechts wordt weggezet. Dat mensen, zelfs als ze het niet geloven, toch afstand willen nemen omdat ze bang zijn voor de collateral damage. Voor de framing die ik ontvang, zijn andere mensen al bang dat ze ook die framing ontvangen. Vandaag is BNN ook aan het filmen en ik heb meerdere cursisten en familieleden gevraagd of zij mee wilden werken aan het programma. Dat wilden ze niet, puur door dit soort campagnes, omdat ze bang zijn dan ook weggezet te worden. En daarmee uit het publieke debat te worden gezet of zelfs hun baan te verliezen. Die mensen zijn hier niet aanwezig, en dat is voor u heel vervelend. Maar wat vindt u zelf nou? Krijgt u opzeggingen of... Ik krijg opzeggingen. Concrete schade die Ik krijg opzeggingen van cursisten. En er zijn docenten die ook opzeggen omdat ze niet meer les willen nemen of les willen geven. Er zijn mensen die de zaal toch maar niet huren omdat het van Willem Engel is. Dus het raakt mij ook financieel. En dat raakt ook aan het punt dat ik als dansleraar constant word weggezet. Maar als ze compleet zouden zijn, dan zouden ze me ook als biofarmaceut wegzetten. Want dat is mijn vorige beroep wat ik weer heb opgepakt sinds de coronacrisis. Dus het is heel selectief in een bepaalde richting duwen. En daar zijn ze helaas ook voor een deel effectief in. Ja, heel kort. Het wordt gewoon betwist door BNNVARA dat Engel enige schade leidt door die paar artikelen van Joop.nl. Dat is denk ik ook niet aannemelijk als je kijkt naar het grote debat wat zich afspeelt omtrent viruswaarheid en de stellingen die viruswaarheid en Engel innemen. Dan kan Engel denk ik niet aantonen dat de negatieve gevolgen die hij daardoor leidt, door eigenlijk zijn eigen uiting en zijn eigen opstelling, dat komt door die paar artikelen van Joop.nl. En misschien gewoon een vraag aan meneer Van Jolen. Wat is de reden dat u die terminologie blijft gebruiken in uw blogs? Nou ja, omdat we doen dat wel vaker, doen dat ook bijvoorbeeld Siewert van Linden. Dat is omdat hij ook als politiek analist bekend is, noemen we hem altijd in de mondkapjesaffaire de pandemieprofiteur. Omdat dan van iedereen duidelijk is waar we het over hebben. Niet iedereen weet wie Willem Engel is, maar als je zegt een corona ontkennen, dan denk je, oh ja, dat is die meneer Engel die corona ontkent. Dus, voegt daar ook nog secteleider aan toe? Ja, nou ja, af en toe is er sprake, zou ik net van een pleonasme zou je kunnen zeggen, maar dat komt omdat niet, als je zegt complotfantast, wil dat nog niet, of corona ontkennen wil nog niet meteen zeggen dat je complotfantast bent, dus dan maken we dat verband even duidelijk. Ik ga even kijken naar mijn collega's of zij vragen. Nee? Eén opmerking mag maken. Wat mij opviel in het betoog van de tegenpartij. U mag zo reageren hoor. Ik kijk heel even of aan deze kant van de tafel vragen zijn. Nee? Dan kijk ik heel even aan wat handig is. U kunt reageren. Ik wilde eigenlijk nu advocaten voorstellen op elkaar te reageren. En misschien dat u eerst op begin dat u daarna aanvult. Is dat een idee? Dat lijkt mij uitstekend, mevrouw de voorzitter. Er wordt gesteld Joop.nl is geen NRC of Volkskrant. Nee, dat mogen duidelijk zijn. Opinierend? Nee, niet onder nieuwsberichten. Ik heb geen enkel nieuwsbericht onder het kopje nieuws kunnen vinden wat als opinierend kan worden beschouwd. Over smaak valt niet te twisten, maar ook schetsend heb ik... Ik mis de knipoog. Er wordt geen mening gegeven. Er wordt niet met een knipoog iets gesteld, zoals
op de drie voorbeelden. En die mag u wellicht niet grappig vinden. Ik vond ze persoonlijk wel erg leuk. Als u ze moet gaan uitleggen, dan is de grap al een beetje voorbij. Nee, dat is waar. Dus ik ga dat ook niet doen. Maar lees ze nog eens na in de raadkamer. En dan denk ik zeg dat niet dat ze niet grappig waren. Dat er wellicht een brede glimlach op de lippen verschijnt. Wat bij velen gebeurt. Wat Joop.nl doet, ik heb daar een artikel over doorgestuurd gekregen, dat is dehumaniseren, zojuist ook weer, wat meneer Van Joden deed. En dehumanisatie is het door mensen ontkennen dat een bepaald ander mens een volwaardig medemens is. Het ontmenselijke van een ander. We hebben het niet meer over de persoon Willem Engel. Nee, we hebben het over die rare wappie, over die corona-ontkenner. Iemand die geestesziek is. En het is dus het ontmenselijke van de ander. De ander is geen gelijkwaardig medemens. En dat geeft dan legitimatie tot verbale en fysieke belediging, wreedheid, geweld en uitsluiting. Immers, het zijn toch geen mensen. En dat is wat hier gebeurt. En dan bagatelliseert mijn geachte tegenpleitster de positie van Joop.nl in het maatschappelijk debat. Maar dat is niet zo. Want wanneer de naam Willem Engel intikt, dan kom je al vrij vlot bij Joop.nl uit. En als je dan op de euro drukt die dan verschijnt, ik ben daar allemaal niet zo technisch in, dan kom je onder het kopje nieuws, kom je de berichten tegen, en het zijn er echt vele, waarin voortdurend wordt gesteld corona-ontkenner, antivaxer. En daar gaat het mis. En het zijn opruiende berichten, want er wordt geen enkele nuance aangebracht en ook daar gaat het mis. En u hebt net gevraagd naar wat doet het nou met jou? Nou ja, wanneer cursisten opzeggen, wanneer kennissen in de samenleving zeggen wij willen niet meer met jou gezien worden. Wanneer je een besmet persoon bent, precies datgene wat Joop.nl doet, dan heb je daar last van. Niet alleen in financiële zin, maar ook in maatschappelijke zin. Prior conduct. Ja, mijn cliënt is scherp in het maatschappelijk debat, maar iedereen weet dat het een mening is. Want Willem Engel heeft geen website of blog met nieuws. Willem Engel heeft een mening over onderwerpen. En dat dat scherp is en dat hij daardoor een dikke huid moet hebben, dat hij reviaanse beledigingen moet accepteren, ja, vanzelfsprekend. Op opinierende artikelen, maar niet wanneer het kopje nieuws is. En dat is waar het misgaat in het betoog van BNN-VARA. Normaal nieuws wordt gebracht onder het kopje nieuws. Maar ook al die rare artikelen waar mijn cliënt wordt beledigd, waarin hij wordt geschoffeerd, waarin een argeloze lezer een kopje nieuws tot zich neemt, denkt, hey, het is een corona-ontkenner, het is een antivaxer. En we hebben bewijs gevraagd. En ja, dan wordt er gezegd, ja, er wordt niet bewezen dat. Nou ja, er wordt minst genomen aannemelijk gemaakt aan deze zijde, meen ik, dat Willem Engel last heeft van die artikelen en van die kwalificaties. Er wordt op geen enkele manier, wordt er ook maar aannemelijk gemaakt, dat die vier kwalificaties op waarheid berusten. En wanneer je iets als nieuws brengt, dan moet het waar zijn. Over de belangenafweging is denk ik juridisch allemaal al genoeg gezegd. En wat ik eigenlijk nog gemist heb in het pleidooi van mijn geachte tegenpleitster, is dat ze die hele harde beschuldigingen die in de memorie van antwoord staan, dat ze die onderbouwt. En wellicht dat u daar straks, meester Oranje, straks mee kunt beginnen. Hè? Dat mijn cliënt de vrijheid van meningsuiting misbruikt om te shockeren, menselijk persoonlijk aan te vallen, te intimideren en te bedreigen. Want als je dat als advocaat schrijft, dan moet je daar ook wel de harde bewijzen voor beschikbaar hebben en kunnen aanvoeren. Dus ik neem aan dat die straks uit de tas worden gehaald en daar wil ik het voor nu bij laten. Misschien heb jij nog iets. Ja, bij punt 1.1 van de pleitnoten van de tegenpartij wordt er gedaan alsof er geen noodzaak is en dat er onterecht een afweging is gemaakt tussen artikel 10 en artikel 8. Ik heb net in mijn pleit meerdere artikelen aangehaald, dus ik denk dat de noodzaak heel duidelijk is. Zeker als het gaat over mijn fysieke veiligheid. Dan worden er wederom ook in die pleitnotitie weer valse beschuldigingen geuit, alsof ik het gedrag van Jurgen Konings naar Van Ranst zou hebben goedgepraat. Daar wil ik dan het bewijs van zien. Ik heb alleen maar gezegd dat het begrijpelijk is, als meneer Van Ranst zich op deze manier uitlaat, dat hij veel tegenwind oogst. Ik heb overigens Van Ranst zelf ook aangeklaagd, en die zaak lijkt heel erg op deze zaak en die speelt nog steeds in België. De haatcampagne is consequent. Bijvoorbeeld die naam Virus Waanzinnige. De actiegroep die hetzelfde doet als wij in Nederland,
die heet viruswaanzin. Dus het is juist eerder verwarrend dan dat het duidend is door de term viruswaanzinnige te gebruiken. Want mensen die in de actie zitten, die denken dan dat het iets met België te maken heeft. En nu hoor ik ook bij 1.8 van de pleitnota zeggen, eigenlijk in die bewoording, eigen schuld, dikke bult. Maar dat was nou volgens mij juist iets wat ik zelf zou hebben gezegd over Van Ranst. En daar werd dan zwaar aan getild. Dus ik zie hier ook enige inconsistentie in. 1.9, daar wordt ingegaan op de uitingen die ik zelf zou hebben gedaan. Ja, en daar hebben we juist het probleem mee. Er wordt selectief geknipt en geplakt om het verhaal te ondersteunen wat Joop.nl ter verdediging brengt. Het probleem bij social media is, die uitingen zijn gedaan in een context van een gesprek. Daarom heet het ook social media. Dat is het grote verschil met een website. Daar plaats je een artikel en kunnen mensen dan wel op reageren. Maar dat is niet een reactie op iets, dat is een weergave van het nieuws. Dan in 2.6 wordt er bepleit dat ik regelmatig over de grens ga. En dit is weer zo'n vage aantijging. Er wordt nooit specifiek aangeduid wat dan die grens is en op welke manier ik er overheen ben gegaan. En dan vind ik het wel grappig, jouw online opiniepagina. Dus deze pagina die laat zich erop vooraan staan dat het publiek debat entameert. Maar zelfs bij sommaties, zelfs bij het contact zoeken om bepaalde dingen te corrigeren, is het antwoord nee. We zijn niet geïnteresseerd in je mening, we willen niks corrigeren en je bent niet welkom bij ons publieke debat. Dus dat is dan een publiek debat voor een heel specifieke groep, maar niet voor ons. Dat waren mijn opmerkingen. Dank u. Ja. Ja, ik denk dat het standpunt van Binnen en Varen duidelijk is en ook blijkt uit mijn mooi van antwoord. Het gaat hier om een opinierende blog met opinierende berichten. En dat het nieuws is, betekent niet dat het niet opeens niet opinierend is, dat het alleen maar uit feiten mag bestaan. Het staat Joop.nl vrij om daar een eigen insteek in te kiezen en dat weet de lezer ook. Daarnaast zijn de termen die gebruikt worden geen feitelijke termen. Het zijn waardeoordelen, zoals de voorzieningrechter ook terecht heeft geoordeeld. En die zijn niet excessief. En er is ook nog eens voldoende feitelijke onderbouwing voor. Dat is ook toegelicht in een memorie van antwoord. Ga ik niet hier herhalen. Ja, dan bewijzen dat Engel chockerende uitlading zou doen. Dat, ik snap niet zo goed waarom wordt gesteld dat dat niet bewezen is. Er wordt elke keer verwezen naar zijn eigen uitspraken. Waar ook nog eens producties van worden overgelegd. Screenshots, links. Zijn uitspraken zijn er. En ja, daar verwijst BNNVARA naar. En nou ja, als meneer Engel dat niet chockerend vindt, dat kan. BNNVARA vindt dat wel chockerend. En ik denk dat Engel het zelf best goed zegt in 3.7 van de pleitnota. Engel heeft het recht om zich in het maatschappelijk debat te mengen en binnen de grens van de wet zijn mening te geven. En ook wanneer die mening door sommigen als chockerend of beledigend wordt ervaren, zoals voorzieningrechter overweegt in rechtsoverweging 3.10 van zijn vonnis. Dat is helemaal juist. En Engel maakt ook uitgebreid gebruik van die uitingsvrijheid. Maar dan moet hij ook respecteren binnen ervaren dat ook doet en niet opeens eist dat Joop.nl dan maar eventjes neutraal moet zijn en volgens alle negatieve gevolgen van de eigen uitspraken van Engel en viruswaarheid in de schoenen schuiven van BNNVARA. Dat past dan niet helemaal bij dit principe van vrijheid van meningsuiting. Dank u. Dan kijk ik meneer Van Jolen aan. Wilt u nog iets toevoegen? Nee? Nou, dan zijn we aan het eind van deze zitting gekomen. Kijk heel even naar mijn collega's of ze nog iets te berde willen brengen. Dan gaan wij over tot arrest. Althans, daar hebben we een datum voor gepland. En die staat nu op, kijk, nou heb ik mijn bril niet op, 28 juni. You know, dus. We hebben alle stukken en dat arrest wordt toegestuurd naar de advocaten. En het kan zijn dat het iets eerder komt. Wilt u dat dan van tevoren weten of ziet u het verschijnen? Ja. 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 Dan noteren we dat. Dan dank ik allen voor uw komst en dan wens ik u nog een mooie middag. Dank u wel. Dank u wel. Dank voor uw tijd. Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Dag zonder hemel. Rustig, liegt niet. Wat ze normaal maken is wat niet is normaal. Every nation, in every region, now has a decision to make. Decision to make. Decision to make. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? Predator drones. Dat is best makkelijk. You will never see it coming. Wat dacht je alle mensen? Laat staan dat ik kan ingaan over vuur. Bezig met vandaag.